Welkom in Gouda. Ik ben Michelle Talsma, onderzoekscoördinator bij de STOA. STOA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders. Een van de kennisvragen is: welke bijdrage kunnen de waterschappen leveren aan de energietransitie? Mogelijk is aquatemie een mooie bron om de huizen mee te verwarmen en zo van het gas af te kunnen. Maar om daar inzicht in te krijgen, moet je eerst weten hoeveel warmte zit er in potentie in deze sloot. Om daar antwoord op te geven, hebben we de aquatemie viewer ontwikkeld vanuit de STOA. Binnen laat ik zien hoe die eruit ziet. Dit is mijn tijdelijke werkplek en ik laat jullie even zien hoe de aquatemie viewer eruit ziet. Dit is Gouda. Hier zie je de Reeweekse plassen en de Hollandse IJssel. En hier, dit is de RWZI, de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hier kun je dus zien hoeveel warmte er in potentie in het watersysteem aanwezig is. Maar warmtepotentie alleen is niet voldoende. Om aquatemie ook echt te gaan realiseren in de praktijk, daar komen ook juridische, bestuurlijke en ecologische vraagstukken bij kijken. De STOA die doet hier volop onderzoek naar. Bij de Reeweekse plassen ga ik daar dieper op in. We staan hier bij de Elfhoeven, ontstaan door turfwinning. Met die turf verwarmden we de huizen vroeger. Nu willen we dat gaan doen met de warmte uit het water. De waterschappen vragen zich hierbij af, mag dat eigenlijk wel? Hoe zit dat juridisch? Gelukkig blijkt er heel veel speelruimte te zijn. Een andere vraag is, van hoe gaan we nu om met vergunningverlening? Daar maken we momenteel een handreiking voor. Dit soort kennis en meer willen we heel graag delen met het netwerk Aquatemie. Nu online, maar straks hopelijk ook weer in het echt, dat we elkaar ontmoeten.